Deze highlights worden u aangeboden door Takeaway.com en PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Combinatie met Modric en Vasquez, daar is al de 1-0, zou je zeggen. Vijfde minuut van de match, er was een goede redding van Trubin nodig. Na een eerste moment dat Shakhtar kan combineren. En deze vlam, die passeert Courtois wel. Het is de paal die Real daar redt. Op Benzema zou misschien wel een goede kunnen zijn. Kan er net niet voldoende bij om helemaal onder controle te blijven van die bal. Maar daar is de openingsgoal. Benzema aangereikt door Vinicius Junior. Ah, wat een flater achterin bij Shakhtar Donetsk. Dat er een beetje te gerust op was daar bij het uitvoetballen. En dan waren er drie momenten waarbij Shakhtar Real toch pijn had kunnen doen. Misschien praat Casemiro daarover ook wel bij. Maar intussen heeft Benzema er toch weer eentje binnengeprikt. De ruimte ligt nu bij Vasquez. Casemiro heeft dat gezien. Met een goede paas gaat het er naartoe. De paas met links van Casemiro mocht er ook zijn. En dan is er een kans op de 2-0. Modric al twee keer de kans op een doelpunt. Intussen Fernando met Modric. Nou, ze vinden elkaar. Modric. Gaat hij toch eens doen? Is uit te halen. Dat was pal in de armen van Courtois. Modric. Tikje van Modric. En dan is er een poging die ook net naast gaat van Fernando. Het lijkt de poging te veel. Ja, het is één ding om de tegenstander wat te laten voetballen. En ook dit zit goed in elkaar hoor. En hier is de assist en dan toch is de goal zeker. Wat is het verdiend? Die goal voor Shakhtar van Fernando. Bij momenten is Real niet wakker in de organisatie. Ik denk dat Courtois dat ook wel gezien heeft. Casemiro. Is al eens een keertje aan de kant gaan vragen aan Ancelotti. Het zit zo. Hoe lossen we dat op? En kijk, dat wordt nog een lastige klus, want daar is hij weer. Daar is hij weer en dan is er een hele goede redding van Courtois. Dat is ook goed. Knap hoor, Vinicius Junior. Wat een prachtige goal. Een juweeltje van Benzema. Die zijn tweede van de dag scoort. Wat een sublieme Real-combinatie. Het was ook welkom voor deze fans die kritisch werden. Kritischer en kritischer. Dit is toch net iets te veel. Wat mag. Bij de 2-1 voorsprong die toch nog altijd krap is. En dan is daar nu. Daar is de aanvoerder. Stepanenko. Ook een aardige streep achter de naam vandaag.
in samenspel met Kroos. Tikken intussen de laatste minuten en seconden van de reguliere speeltijd weg. Kroos kan nog eens een kans gaan. Deze dan. Ja, toch weer Courtois. Deze highlights werden nu aangeboden door Takeaway.com en PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.